Mijn baan op Schiphol betekent voor mij zoveel als werken, erbij horen, superleuke collega's. Op een gegeven moment was ik hier weer aan het werk, kwam een van mijn buren. Die sprak mij aan dat het er weer beter uitzag. Dus het heeft wel effect op je. Het maakt niet uit wat er op papier staat of je een wajong hebt. Weet je, je moet gewoon ervoor gaan en naarmate van tijd ben je er zo. Luchtvaart Inclusief is een programma waarin we samenwerken met meerdere werkgevers op Schiphol. En waarbij we proberen mensen die op afstand staan van de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. Ik werk op Schiphol als Process Developer Landside, ook wel verkeerskundige. En wij houden ons bezig met al het landzijdige verkeer op Schiphol. Dus auto, trein, bus, taxi, fiets. Ja, ik heb een blinde geleidehond, dat is Colin. Colin zorgt dat ik nergens tegenaan loop. En ja, zeker op Schiphol is dat echt wel van essentieel belang om te zorgen dat ik veilig mijn weg kan vinden. Caroline is al een aantal jaren op Schiphol aan het werk. Zij heeft gewoon een volwaardige baan. En dat zijn ook de voorbeelden die we graag willen laten zien aan werkgevers ook. Om te laten zien van wat er mogelijk is. Vaak denken werkgevers toch in onmogelijkheden, maar wij denken graag in mogelijkheden. En het voorbeeld van Caroline, dat willen we graag meer op de luchthaven. De afdeling waar ik werk, die zorgt dus dat ze in de loodsen waar ze de vracht verwerken ook inderdaad daadwerkelijk kunnen verwerken op platen of containers, zodat het inderdaad een vliegtuig in kan. Ik ben hier terechtgekomen nadat ik 3 jaar thuis heb gezeten, omdat ik mijn baan verloor. Het blijkt dat ik dus inderdaad aan het werk ben en inderdaad gezellige collega's. Die regelmaat, dat vind ik ook wel heerlijk. Niet de hele dag thuis zitten. Ik werk hier al 5 jaar bijna. En ik ben 3 jaar uitzendkracht geweest en nu ben ik hier vast. Toen ik in Wajong zat, toen heb ik echt vaak heel veel gesolliciteerd en dan werd ik iedere keer maar afgewezen. En toen dacht ik bij mezelf, ik kom er nooit. En nu ben ik verhuisd naar een andere stad. Binnen een half jaar had ik zo een baan en 2 maanden later kwam ik hier terecht. En nu zie je maar weer dat... Nu kan ik hier gewoon blijven. Deze baan zorgt er ook voor dat ik mensen om me heen heb. En ja, de stabiliteit, weet je. Je hebt een salaris nodig om zeg maar voor jezelf te kunnen zorgen. Ik bedoel, ik ga niet mijn hele leven bij mijn moeder wonen. En nu heb ik gewoon mijn huisje, weet je wel, voor mezelf. En nu zijn er veel mogelijkheden. Ik hoop dat werkgevers er tegenwoordig gewoon heel open in staan en iemand op basis aannemen van zijn kwaliteiten. En niet zozeer aannemen op basis van diegene heeft een handicap of een arbeidsbeperking. Of je krijgt er een vinkje van voor de participatiewet. Maar ook daarin kijken naar de kwaliteiten.